Goeiedag beste mensen, graag uw aandacht voor het volgende. Er is niet zo eng voor een acteur om helemaal in zijn eentje op het podium te gaan staan, zonder tegenspelers, zonder medespelers. En er is ook niet zo eng voor een acteur om dat te doen met je eigen verhaal. Normaal verschuilt de acteur zich achter een rol in de fictie, maar acteur Leon Ali Tshiftetshi doet het. Zijn eigen verhaal vertelt hij in de voorstelling Papa's Liederen. Een verhaal dat begint in Turkije, dat hem als kind naar Roermond heeft gebracht, een Turkse jongen in Limburg. En een verhaal dat eindigt in Sjunk, want daar kunt u de voorstelling zien, op Festival Cultura Nova. Leon Ali Tshiftetshi met zijn sas vertelt zijn levensverhaal en dat is aangrijpend. Het is met een serieuze ernst, met een lichtvoetige toets. Ik heb de voorstelling 2 keer gezien en 2 keer heeft hij me gegrepen. En 2 keer moest ik er ook ontzettend om lachen. Het is een pareltje wat ik u kan aanraden en wat u alleen nog deze week kunt zien op Festival Cultura Nova. Gaat u kijken, u zult er geen spijt van krijgen.